opvallende koppen uit de krant met de vraag... welk bericht stond daaronder? Vond jij, Jaap en Brit, non-stop een ellendig geluid in je hoofd? Oeh. Wat vind jij het ergste geluid wat er is? Het ergste geluid wat er is, vind ik toch... Nou, als er van die programma's op tv zijn waar ze dan doodgaan... en heel te gaan vertellen dat ze nog heel kort te leven hebben... dan word ik altijd... Dat vind ik... Ja, het is niet per se een geluid, maar... Nee, wat voor geluid hoort daar bij? Maar mijn oor neemt het wel tot zich, dus het is eigenlijk ook geluid. Het is een geluid? Ja. Wij beginnen een heel diep filosofisch programma te worden dankzij jou. Maar dat vind je ellendig? Ja, ik kan dus niet tegen mensen die doodgaan, want dan, ja, die zelf, mensen zelf natuurlijk ook niet. Nee, maar dan moet je een stok met Omroep Max te kijken. Daar moet je dan mee ophouden. Want dan heb je het iedere dag. Nee, dit is dat... Niet spiritus, want, maar dan met nee, die training. Nee, dus niet tinnitus. Ja. Nee, dat reken ik goed. Ja. Spiritus, nee, tinnitus. Tinnitus, ja. Er zijn echt 50% van de jongeren kampt met dat probleem. En die horen de hele dag een zoom, een piep, ja, of door, een krekel. Door de festivals en de concerten. Ik neem aan dat jij ook veel bent uitgegaan, misschien nog steeds wel. Nee, ik heb daar een hekel aan. Echt waar? Ja, ja. Ook om de, ja, ja. Ik ook eigenlijk. Ja, ik hou het niet zo van om onder de mensen te zijn. Nee, hou je niet van? Maar, laten we dan even naar onze jongste deel. Nee, Martien... Neem ik zomaar aan. Ja? Nee, zij is 1 jaar ouder dan mij. Nee. Ja. Maar dan hoop ik dat jij wel naar concerten gaat. Fred. Brit heeft ook iets van een non-stop ellendig geluid in je hoofd. Nee, mag wel. Ik blok het even af hier. Jij veel naar concerten met Tering Harry? Ja, en eigenlijk ook dat je ook met zo'n ruis dan terugkomt... dat je denkt, ja, was ook helemaal niet handig. Ik stond ook echt voor de box. Ja, dat moet je niet doen. Maar dan de volgende keer wel weer gewoon doen. Maar dat kom je dan pas achter. Wat dus heftig is, er zijn dus 30% die het heeft... dat die piep wil allemaal dood. En die gaan naar de dokter en de dokter zegt... ja, jammer, je moet ermee leren leven. Ja, dat is niks aan te doen. Gaat niet meer over, nee. Ja, maar voor mij zijn 2 miljoen Nederlanders die dat hebben. En ik heb 2 vrienden, die draait je echt helemaal gek. Gewoon constant een piep. 2 miljoen Nederlanders. En voor mij, maar dat zijn ook voor mij precies... dat zie je ook terug in de politieke peilingen. Dat die 2 miljoen zijn gewoon helemaal gek gedraaid. En denk ik, oké, naar de kloten met alles. Als je een bij hoort, moet je weer een krekel aanzetten. Als je een krekel hoort, moet je weer een bij aanzetten. Dat zei Helen Hendricks laatst. Ja, maar dat kan bijna elkaar... een burn-out, die lult me wat. Ja, dat je daarnaar kan luisteren. Nou, ik had een irritante vlieg bij mijn oor. En ik wil hem doodslaan. En ik sla zo hard op mijn oor dat ik een ruis heb. Nee. Of ik ben bang dat ik die vlieg gewoon in mijn oor heb geslagen. Dat hij daar zit nu er zit. Nog. Kut bij. Maar je gaat niet naar concert en zo. Maar, Brit, jij bent influencer voor Noord-Holland ook. Het kermisseizoen is aangebroken. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja? Kermis, maar dat is ook lawaai, toch? Ja, dat is gewoon boeren en bier. Dat vind ik het wel leuk. Dat vind je het wel leuk. Ja. Dus dan is het ook niet erg eventueel als ze doodgaan. Dan kan je er wel naar luisteren, zou ik maar zeggen. Ja, precies. En welke kermis ben je geweest, de laatste? Nou, ik ben al een paar jaar niet geweest. Een paar jaar niet? Nee. De Volendamme kermis was weer, hè? Wow. Ja, daar ging ik ook vroeger altijd heen. Ja? Maar met die grijpertjes? En, nee, alles doet het onder invloed met elkaar. Dat is, ja. Daar houden Brit en ik van. Ik heb nog nooit drugs gebruikt. En telkens denk ik, ik wil het een keer doen, maar ik durf het gewoon niet. En waar zou je mee beginnen? Nou, die tips zijn heel verschillend. Ja. De een zegt, nooit cocaïne doen, begin maar met ecstasy of zo. Maar ik ben altijd bang dat ik het verkeerde heb. Ja, moet ik de vraag beantwoorden? Nee. Oké. Okay. Ik ben ook maar een dealer die toevallig is aangekomen en hier is gaan zitten. Ja. Maar een Brit, Volendamme kermis, is fenomenaal. Hmm. Ja, vind ik ook. En ik ben ooit getrouwd geweest, afgelopen weekend. In Volendam? Nee. Oh. Nou, bijna. Nee, afgelopen weekend was ik 12 jaar getrouwd. Ah. Met mijn geliefde. En de avond voor mijn trouwerij ben ik naar de Volendamme kermis gegaan. Yo. Omdat ik daar wat mensen kende. En toen kwam er een man naar me toe. Die had al behoorlijk vaak in de rups gezeten. Die kwam naar me toe en die zei, wat doe jij hier? Ik zei, nou, ik ga morgen trouwen. Dat meen je niet. Ik zei, ja, ik ga morgen trouwen. Toen zei hij, hoe is mijn Eva? Dat is mijn vrouw. Ik zei, nou, die gaat ook morgen trouwen. Dat meen je niet. Dat is toch goed. Gehoorschade-experts waarschuwen voor een explosieve toename van jongeren met tinnitus, oftewel een constante piep in je oor. De helft van de jongeren tussen de 12 en de 35 jaar bevindt zich regelmatig in situaties die schadelijk zijn voor de oren, zoals in clubs en festivals. Veiligheid.nl pleit ervoor om gehoorschade vroeger op te sporen, het liefst al op de basisschool. Daar begint het soms al.
op de basisschool. Ik weet niet of je wel eens in een kleuterklas bent geweest, maar die krengen zijn met hun geschreeuw juist de hele kern van het probleem. Ja. Je kan jongeren waarschuwen dat de muziek te hard staat, maar het wordt al snel een tinnitus-tiwelles-discussie. Het woord tinnitus komt trouwens van de Romeinse keizer Tinnitus. Zijn hoofd werd afgehakt en van de trappen van het paleis geschopt. Vervolgens werd het hoofd achter een paard gebonden en door de straten van Rome gesleept. Het schijnt dat hij daarna een vervelende piep in de oren had. Voor Peter en Fresia, hang een hangmat op of zet een tent in de tuin? Ja. Dit is niet de oplossing voor Ter Apel, hoop ik. Nee, ja, of de woningnood. Kan ook. Of door de inflatie is dit je nieuwe vakantie. Ja, dat je in de tuin... Dat dit het dan maar is. Hier de garden, ja. Je vakantie moet gaan vieren. Zoiets. De hangmat vind ik wel een van de raarste uitvindingen. Het ziet er altijd heel relaxed uit. Maar de inkomen is het allerrelaxed wat er is. Dat is. Je kan er nooit charmant in. Of je op goed geluk je laat je vallen en misschien stuit je via de grond weer eruit. Of je gaat er met te veel vaart in en je rolt zo op. Ja, dat omrollen heb ik ook heel vaak gehad. Ja. Maar wil jij er meteen een soort van in liggen? Nou, dat vind ik bij een hangmat wel fijn. Ja, maar je springt niet en dan lig je erin, toch? Je gaat er gewoon eerst gewoon zitten en dan ga je liggen. Nou, dit verklaart voor mij heel veel. Ja. Ja. Ja, maar het kan ook zijn... Sorry, wat zei je? Nou, zodra je erin ligt, dat red je wel. Maar als je gaat plassen in je hangmat, zeg maar, net eruit... dan ga je over de kop. Zeg nog eens? Nou, wij moesten... Ik doe even... Je hebt de hangmat... Sorry, jij hebt een hangmat-toilet. Dat is... Nee, je gaat het echt totaal begrijpen. Wij moesten met RTL 5 een maand lang in de jungle van Suriname. En als je dan s'nachts moest plassen en je lag in die hangmat, hoorde je allemaal beesten. Dus je ging wel zo half over je hangmat hangen met je kont plassen, dat het onder de hangmat doorkwam. Het plas... Ik ben blijven hangen met je kont plassen. Vind ik al een nieuw fenomeen. Maar goed, dan moest je hem net... dat je niet op je hangmat ging plassen. Dus dan ging je achterstevoren 6 kroken. En dan lag je alsnog tussen die beesten. Dus dat was... Ja, lieve Britt, ik denk toch dat er wel iets gebeurd is in Chernobyl. Op de een of andere manier. Ik zou het toch nog eens laten checken. Ja. Een hangmat en een tent in de tuin, gaat het over? Dit gaat over dat je na je vakantie... Ja. Ga je meestal cold turkey weer aan het werk. Ja, ja. Maar je moet eigenlijk een soort... periode... Een overgang. Ja, creëren. Waarom moet dat? Hè? Waarom moet dat? Ja, Harm, dat is... ik weet niet waarom. Oh. Maar het staat in de krant. Ja. Maar daar stond ook een hele goede reden bij. Waarom? Namelijk? Nou, tijdens de vakantie krijg je relatie vaak een boost. En dat moet je dan weer meenemen in je gewone dagelijkse leven. Ja. Dat is echt niet waar. Dat is echt... Mijn laatste relatie is... Niet waar? Dat zegt de relatietherapeut Nienke Nijman. Nienke Nijman lult uit de nek. Echt? Mijn relatie is gesneuveld door de vakantie. Is dat... Ik had een relatie. Kijk, je kent me niet goed. Maar als ik op vakantie ga, ik ben een planner. Als ik met vrienden, vriendinnen... Ik heb dagschema's. Zo iemand. Ik heb van 4 tot 5 gaan we lol hebben. Zo'n idioot. Leuk. Mijn motto is ontspannen doe je maar als je thuis bent. maar ik dacht, ik had een druk jaar gehad. Oudejaarsconferentie. Ik probeer ook te groeien als mens. Ik dacht, weet je wat? Ik geef het uit handen. Laat haar het regelen. Gewoon, ik ga een beter mens worden. Zij had bedacht, we gaan naar Costa Rica. Hartstikke leuk. Top, we vliegen op San José. Nou... Wij, dat vliegtuig in. 11 uur, we komen aan. Daar op zo'n gezegd. En ik denk, jeetje, wat praat iedereen hier goed Engels? Maar ik weet ook, Costa Rica is een hele populaire vakantiebestemming voor Amerikanen. Dat is een beetje hun Frankrijk. Dat ligt in de buurt. Maar na 20 minuten denk ik toch... Nou, ze lijken hier wel heel Amerikaans. Wat heeft zij gedaan? Zij heeft per ongeluk San José, California geboekt. Dus in plaats van het bloedmooie Costa Rica... Nee. Zaten we nu in het tering lelijke San José, California. Toen heb je hem meteen gedumpt. Nou, ik dacht, dit is pas het begin. Als ik deze relatie voorzet, dan kom ik haar... Als ze dit soort fouten maakt, dan kom ik haar tegen in een restaurant... met de andere kleine blonde dwerg. Oh, sorry, de verkeerde Peter. Ja. Het heb jij het uitgemaakt? Ja. Ja, dat denk je zo. Ja, tuurlijk. Nee, en wat gaf je als reden?
Ik besef mij nu dat ik een andere reden heb gegeven dan ik nu aan het vertellen ben. Ik doe altijd, het ligt aan mij. Gewoon, het ligt ook altijd aan mij, dat is ook zo. Ik wil jou niet meer zien. Dus, Oh, dit is zo heftig. En ik waardeer het publiek, maar dit is het vreedste applaus ooit. En dan ga ik, ja, daarom. Sorry, Lisa. Ja, hoe maak jij je relaties uit, Brit? Ik heb het al 9 jaar niet uitgemaakt. Maar meestal stop ik met appen, begint die ander zich zorgen te maken. En dan, ja, dat was vroeger, toen was ik nog jong. Dan ging ik gewoon naar een voetbalparkje en dan zei je het is uit en dan fiets je snel weg. En dan... Ja, ik vind het een goede manier. Ja, maar dit gaat over relaties, zou ik maar zeggen. Ja. Dus je moet je vakantie een beetje voortzetten omdat je relatie krijgt een boost. Maar ik heb een kind van 5 en ik mag niet meer vliegen. Dus ik ben, ik ben met de auto naar Frankrijk gegaan. Ja. Maar, maar als je dat voortzet, dat principe, dan word je natuurlijk gewoon knettergek. Weet je wel? Dat je kind daarna nog 2 weken vraagt, om de 5 minuten zijn we er al. En nu dan, en nu dan. Mijn kind is 5, Brit. Ja. En mijn kind is te slim. Te slim. Ja. We deden dat spel van doe een dier in je hoofd. Hè? Ja. Dus hij houdt dan een dier in zijn hoofd. Ja, je gedachte, hè? Niet doe een dier in je hoofd. Ja. Hou een dier in je hoofd. En dan moeten mijn vrouw en ik moeten dan raden, woont hij in de dierentuin? Dat soort dingen. Mijn zoon, die is 5. En niet al heel lang, net 5. Ik zal het dier even zeggen, want hij had een rog. Dat had hij gewoon. Ik zweer het je, een rog. Dat kan niet. Oké, ik denk, jij komt nu echt met een of ander moeilijk dier. Gewoon elk kind kent toch dat een rog. Dat is een moeilijk dier! Dat is een fucking rog! Sorry, maar als jij naar het dolfinarium gaat, het eerste wat je doet als kind is dat ding aaien. Dat is toch gewoon, ja, pap, het is het een rog. Ja, maar we zijn nooit in het dolfinarium geweest, want je mag niet met dieren, dat mag niet. Nee. Dus, maar een rog is te moeilijk. Wij waren op een gegeven moment op de bestemming in Frankrijk. We zijn terug moeten rijden naar huis, omdat we het nog niet geraden hadden. Nee, maar een kind van 5 moet zebra, olifant, paard, krokodil. Laten we dat afspreken. Maar rog slaat nergens op. Behalve Brit, die kan het blijkbaar... Een platte vis, ja, een rog. Ja, dat is een knappe vis, ja. Ja, maar kan altijd erger. Ja. Ik neem de volgende keer jou mee op de achterbank, Brit. Kan altijd erger. Mijn dochter was net 2. En toen gaf ik haar de Wereld Natuurfonds kalender. En wij bladerden door. Giraf, zebra... Ui. Toen hoorde ik een diepe zucht, keek ze maar en zei ze... Sneeuwuil, papa. Oh. Iemand nog iets over relatieboosters? Nee, maar ik kan me niet voorstellen dat dit werkt. Want? Nou ja. Een tent in de tuin. Ja, misschien als er eentje gaat slapen dat het beter gaat. Ja. Nee, het schijnt echt waar te zijn. Tijdens de vakantie krijg je relatie vaak weer een boost. Dat komt doordat je veel meer ontspant, in verbinding staat met je zintuigen... en weer zin krijgt om tegen elkaar aan te kruipen... elkaar te ruiken, te proeven en te voelen. Aldus relatietherapeut Nienke Nijman. Ze heeft tips om die vakantie vlinders vast te houden wanneer je weer thuis bent. Maak een lijstje van de dingen waarvan je genoot bij het samen zijn. Zorg dat je die momenten ook in het dagelijks leven integreert. Tijdens de vakantie krijg je relatie vaak weer een boost... Dat begrijp ik niet. Hoezo zijn hangtieten en een uitgezakte reet op vakantie opeens weer sexy? Trouwens, wanneer je deze tips samen met je partner hebt bestudeerd... laat dan maar zitten. Als je elkaar partner noemt, is je relatie sowieso ten dode opgeschreven. Ik kan me niet voorstellen dat een all-inclusive vakantie... een boost aan je relatie kan geven. Er is toch niemand die zijn partner onbeperkt spare ribs ziet kluiven... en dan denkt, daar wil ik echt heel oud mee worden. Vond je dit een leuke video? En wil je meer van dit soort video's op jouw miserabele, middelmatige leven wat te verlichten? Word dan lid, like en abonneer. En het leven wordt alleen maar leuker. Joehoe.